Frank de Boer maakt diepte en zoekt zijn tweelingbroer. Van wat hem verdedigt. Bogarde met de eerste kans en een best schot ook. Redding Lodewijks. Binnen de minuut. Het eerste signaal van Ajax zeiden dat het wel wil vanmiddag. Vrije trap van Lodewijks. Die zoekt uiteraard weer Huizing. Blind keek even naar Reiziger en dacht, dan doe ik het wel. Gal. Bombarda. Gal. Van Wattem. Slechte bal. Blind. Sion. 1-0 Groningen. Twee fouten in de verdediging van Ajax. En daar is Romano Sion. Eerst kopt Bogarde die bal niet zo handig terug. Dan probeert Blind Van der Sar te bereiken. Dat mislukt. Sion staat ertussen en het is 1-0. Liedmanen. Vrije trap FC Groningen na een half uur spelen. Lodewijks. Die zoekt uiteraard weer Huizing. Misverstand met Sion. En Reiziger kan bouwen aan een Ajax aanval. Laat het over aan Van der Sar. Kanu, Ronald de Boer, Finidi. Bij balbezit speelt Ajax met 5 aanvallers. Ook de halfspelers sluiten bij. Dit is een kans voor Liedmanen. Die wordt onderuit getrokken door Berends. En Temmink geeft terecht een penalty. En geel voor Berends. Geen discussie mogelijk. 100% strafschop. Veenhoff legt nog eens aan Berends uit hoe je moet verdedigen, maar dat helpt nu niet meer. Een hels fluitconcert van de Groningen supporters. Van de tribune aan de Zaagmuldersweg, daar staat de harde kern. Temming wordt boos, wil iedereen buiten het strafgebied. Ook Joop Gal, een hels fluitconcert van de Groningen supporters aan de Zaagmuldersweg, daar staat de harde kern. Begeleide Jari Liedmanen bij zijn penalty. Hij scoort 1-1. Koeman. Berends. Van Wattem. Bombarda. Sion. Achter Reiziger vandaan. Huizing met de teen van zijn schoen. Van de Boer wint. Een schot van Erwin Koeman.
Mooie aanval van Groningen. Sion. Huizing, die flink doorzet. En niet van wijken weet. En dan de uithaal van Erwin Koeman. Sion, die er zin in heeft. En Reiziger merkt dat. Koeman. Bombarda. Weer een typische Bombarda-bal. En dit keer zit hij erin ook. Zijn 16e. Het staat eraan te komen. Groningen speelde gedurfd. Lekker aanvallend voetbal. En dit is een typische Bombarda goal. Een beetje half struikelen en vallen. En dan die hele korte draai. En Van der Sar passeren. 2-1. Liedmanen. Finidi. Finidi gaat zelf. Verdedigd door Joop Gal. Een paar minuten voor rust. De thee is al ingeschonken. Neemt Hoekstra deze corner. Daar is Lodewijk en daar is ook Liedmanen. En het is 2-2. De tweede van de pin. Lodewijk zat ernaast. Mistasten van Lodewijk die eerst naar de bal toe gaat. En dan weer terug wil. Maar dat mislukt. Liedmanen zegt dank u. En zo komt Ajax dus vrij goedkoop aan de doelpunten. Eerste penalty en nu de eerste fout van Lodewijks. Kanu richting Lodewijks. En Kanu heeft de 3-2 voor Ajax op de schoen. Sterker nog, hij scoort. Een hele merkwaardige goal. Maar hij telt wel. Een verre trap van Van der Sar. Dat lijkt een overtreding. Twee spelers van Groningen vallen over elkaar heen. Lodewijks aarzelt even. Pak ik die bal in mijn handen of doe ik het niet? Dat is dus kiezen tussen rood en een doelpunt van Kanu. En Lodewijks kiest voor de goal van Ajax namens Kanu. Temmink past daar de voordeelregel toe na een overtreding van Veenhof. En het pakt goed uit voor Ajax, want Kanu profiteert. Ik denk dat hij het zelf wilde. Maar in jouw laatste wedstrijd heb jij gelijk. Je hebt altijd gelijk voor de rest van de middag. Een mooi moment voor Marcio Santos. En een minder prettig moment voor Siloy, want hij moet eruit. Eerder al viel de Braziliaan in de wedstrijd Ajax Feyenoord. En nu dus opnieuw. Op een mooie Braziliaanse dag. Lekker weer. Hey.
Kanu. Wouter. Kanu. Wouter. Bogarde. Is te moeilijk. Veenhof. Kanu. Blind. Heeft de beslissing op zijn schoen. Berends. Wouter dan. Lodewijks. Opnieuw prima gekiept. Troostprijs. De troostprijs voor Groningen is deze corner van Erwin Koeman. Daar is Bombarda weer en Huizing. Het blok van Marcio Santos levert Groningen opnieuw een corner op. Onvriendelijkheden tussen Reiziger en Sion, maar Temmink heeft dat goed in de gaten. Sion met de rug naar het doel en die bal rolt er zomaar in. En hij verdient het ook, Romano Sion. Want hij speelt een hele goede wedstrijd. Hoe hij het voor elkaar krijgt is niet belangrijk, maar hij krijgt het voor elkaar. Met de buitenkant van de linkerschoen krult hij die bal over de doellijn. Het is 3-3. Naar de corner van Koeman. Roussin, Bombarda, Roussin, Sion, tegen de paal, Bombarda en Van der Sar. Een spectaculair einde van een mooie wedstrijd, die Groningen dus bijna nog had kunnen winnen. Lieven haalt Bogarde onderuit en krijgt een gele kaart. Het levert Ajax in de extra seconde van de wedstrijd nog deze vrije trap op van Frank de Boer. Maar het zet geen zoden meer aan de dijk. Het blijft 3-3. Lodewijks koestert het punt en neemt de tijd voor zijn doeltrap. Santos. Ronald de Boer. En de dreiging blijft in het spel van Ajax. Altijd. Liefden. Liedmanen. Boter. Boter. En daar is de winst voor Ajax door Nordin Boter in de blessuretijd. En Lodewijks staat triest om zich heen te kijken en gaat net als zijn medespelers teleurgesteld door de knieën. Ajax kreeg ook de meeste kansen en wint voor de achtste keer op rij in het Oosterpark.
door deze goal van Nordin Boter. Een beetje een gelukkige, dat wel, maar hij telt. Groningen-Ajax 3-4. Huizing, Bogarde. Liedmanen.